Justitie heeft een jaar gevangenisstraf en 3 jaar rijontzegging geëist tegen een man uit Breda. Hij veroorzaakte een ongeluk op een afrit van de A16 waarbij 2 vrouwen om het leven kwamen. De man reed bij Rijsbergen te snel de snelweg af en verloor de macht over het stuur. Daardoor kwam hij op de verkeerde weghelft terecht en reed hij tegen de auto met de vrouwen.